Ga je even zien? Peetje. Goed, Lemmy. Goed hoor. Hoi, Arne, is het aan. Ja, wel aan. Kenzie. Hoi, Jesse, goeie. Hou haar om. Goeie, die nemen ze hier. En de jongen rennen ermee. Ah, Wart. Goed, dat Wart. Die hier zit er weer bij. Hoi, Kenzie, Arne, je staat, Lemmy, jawel aan. Yes, goeie. Hoi, Aaron. Peetje. Je staat. Goed, Aaron, goeie, Kenzie, goeie, Bart, goeie, Arne. Goed, Jesse. Goed, wij, jawel aan. Zijn auto op. Kijk maar. Goed, Jesse! Wat is het? Ze zien dat wel, kijk hè. Kijk hè. Ja, wat daar aan is. Thank you.
Ahoj, Kenji. Hij was op nummer 30 of het nummer 72. 30, dat is Arthur Rostein of het nummer 72 van Jon Montaigne. Die de premie in de macht sleept. Twee mannen hier met is dat Jules Borra op 11 seconden. Samen met Thomas Rijkaard. Achterstand bedraagt 27 seconden. 27 seconden. Laatste ronde. Het team van Menen daar aan de leiding, natuurlijk gemacht. Dat is een overwinning voor Nicola Broekstraten. Klassemacht Nicola Broekstraten wordt hier triomfator. Altijd in de spurten wil. Op de derde plaats hebben we nummer 50 en dan de groepspurt. Met Arturo Steen vooraan aan de zijde van het nummer 14, dat is Gilles Borra. Wachten natuurlijk op de camerabeelden om de juiste uitslag weer te geven. Roepspurt voor de verre ereplaatsen en de snelste van het pak. Dat is een van die buitenlanders, denk ik. Terwijl we achteraan kijken op de rug van Thibaut Dupont, hoog het nummer 57, boven binnen ook Prik Beuselink, 57. Dat is ook een van de uitblinkers vandaag. Dat is Aaron de Beerman,